dat we vanuit de Midden-Delfland-vereniging het vandaag hier mogen openen, onze prachtige dag, met inmiddels best wel heel lekker weer. Want wij voelen ons heel erg verbonden met natuurmonumenten. In de afgelopen jaren hebben we eigenlijk een hele mooie samenwerking opgebouwd. En ik hoop ook dat die de komende jaren voortgezet mag worden. Midden-Delfland, dag met al zijn activiteiten. 50 activiteiten door het hele gebied. En dat betekent dat op allerlei plekken, op allerlei manieren, Midden-Delfland zich laat zien. Gastvrij en open voor ieder die daar wil komen. En vandaag hier in deze prachtige Eendenkooi is daar al een heel mooi voorbeeld van. Wie moet ze hebben? Ik verklaar hierbij de Midden-Delfland-dag 2015 voor geopend. Trek allen, nou ja, bijna allen, de ruimte van het Midden-Delfland in en kijk hoe mooi en waardevol dit gebied is. Ik wens u een fijne dag. Zo'n kooi in elkaar. Hè? Je ziet hier de plas. Nou, daar kunnen de eenden op rusten, slapen, veren poetsen. Die schermen die staan zo. En hij heeft zijn kooikershondje bij zich. En het kooikershondje dat stuurt hij zonder iets te zeggen, dus met puur alleen gebaren. Hij jaagt ze niet op. Hij heeft zo'n mooi pluimstaartje. Het zwiept ermee in de lucht. Mooie camera. Heel goed, leg een lijn. Zorgen dat stad en land met elkaar verbonden worden. En dat stedelingen eigenlijk heel makkelijk gewoon het gebied ingaan, maar mensen uit het gebied ook heel makkelijk de stad inkomen. En daar is een schakelpunt, zoals hier nu vandaag geopend wordt en ook nog een tijd nog verder uitgewerkt zal gaan worden, is ongelooflijk belangrijk. En daarom ben ik als Midden-Delfland-vereniging heel blij dat het vandaag gebeurt. Maar wil ik ook vooral iedereen die daarin geïnvesteerd heeft heel hartelijk danken namens de Midden-Delflanders. En misschien ook wel namens de burgers van Vlaardingen die vaak ook lid zijn van de Midden-Delfland-vereniging. Veel sneller dan we dachten. Geweldig. Heel goed.
met vrijwilligers van de Midden-Delftlandvereniging. Waar wij daar even naartoe dadelijk. Ja, heel leuk. We laten meegenieten. Zo die Christian. Nou, dat vinden wij ook. De historie van de zaak. Hey, it's good.